Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe episode, of eigenlijk de eerste episode van USC. Wij gaan USC spelen samen met wat vrienden. En ik heb een team nu. Zit hier een blokje onder mij? Ja. Dus ja, wij zijn nu daar aan het spelen. Ja, oh, ik ben zo voorzichtig van de USC. Geen fall damage neem ik yo, van anders ben je echt heel erg snel de lul. Ik ben schaap aan het worden. Ik heb bijna mijn wolf aan het bed. Je hoeft geen bed te maken, hoor. Dat heeft toch weer niet gedaan. Als weet je dood, ik. Als je dood bent, dan ben je dood voor altijd. Dat weet ik. Wat? Mijn blokjes komen. Hallo Marco, ik kan je zien. Ik ben gewoon mocht aan het slachten voor het eten. En in dit snapshot dan geven schapen ook eten. En dat heet dan... Swarm Mutton. Of zoiets. Oh, hij was vergeten op USC te zetten. Dus dit is nog geen ultimate hardcore. Waarom kan ik de... Ik heb een mushroom. Deels van andere... Yay! Ik heb een lijk. Jij hebt echt diegene met de meeste... Wat? Oh, ja. Oh, komt er niet aan. Je hebt iemand moeten hout hebben. En dan moeten we naar beneden maaien. We moeten niet ergens boven blijven. Gewoon echt naar beneden en ergens een cave, weet ik veel wat. Er is een cave, laten we daar spannen. Gewoon in die weg hier. Marco. Nee, niks. Zo. Oh, ik ben niet de enige met blacklag, gelukkig. Ik heb geen probleem. Kwaliteit. Nee. Marco. Ergens daar meteen al een cave. Ja, nee, dat ja, nee, is goed. We moeten eerst even wat hout hebben. Ik heb, jij gaat geen hout maken. Als je hout ik heb dan krijg je team. Nee, dan krijg je team, dat moeten we niet hebben. Laat maar. Oh, ik heb nu 32 Asia wooden plank en een crafting table. Je hebt al hout gemaakt. Mag ik dit crafting table even? Dan moet ik diegene zijn die altijd moet craften. Oké, craft jij maar. Zo? Wacht even. Hier, hij ligt daar. En dan ga ik nog even de pakken slaan. Wow, hier is nog een cave. Akko, als jij hier blijft, dan ga ik even deze case verkennen. Nee, is goed. Doe ik de server zo weer aan. Oké, Marco. Nee, server. Hey, waarom deed je dat? Ik moet zo even wachten. Wat was dan mee? Ja, kom op. Goedie. Ja, maar ik heb een terminal. Moet ik open. Enter. Marco. Dan kom ik hier. Het begint niet heel erg goed. Nee, we zijn klaar op problemen met... Ja, blok blijft. Ja, maar ik snap dat heb ik ook. Ja, maar ik heb geen problemen. Meestal omdat je gasvezel hebt en de rest niet. Home. Dat kan ik graag wel uit. Home, ja. /games/Minecraft. Hey, wacht, ik kan er ook heen. Wow. UHC. Enter. Java. Test.
streepje, ja, Minecraft. Oh, waar is hij? Ik moet even naar papa. Hallo. Hij is in gesprek. Dat, ja. Wat is er dan met Remy? Weet hij er meer van? Nee, maar ik moet de server opstarten met meer dan 1 gig. Dat weet Remy. Kan ik niet helpen? En hij is weg. Die heb ik maar nog. Nano. Staat. Laat even. Van. La. Dat is H. Screen. Streepje TMS. Minecraft. Streepje va. Wacht, neem dit nog steeds op? Ja, eigenlijk wel. Beetje jammer. Dat is niet zo handig, hè? Java. Streepje. Edwin. Ik kan Minecraft installen. Voor lol. Nee, nog niet. Yes. Maar single player. Voor lol. Vijf. M. Streepje. X en X. 4096. Server heeft maar 1G. M streepje ja. M spatie streepje ja. Minecraft dot ja. Met Ctrl X en plusless vanilla. Streepje ja. Hij mag 4G. Java, dan streep je ja. Minecraft, streep je ja. Ja,
het kan niet jammer. Kijk, hij draait nu 4 gigabyte, hij is bij me. Oh, hier. Staat hij eraan? No. Ja, hij is al lang aan. Ja, bijna haast niet goed genoeg, gast. Ja, hij is al lang aan, jongen. Ja, bijna haast niet goed genoeg, lang, gast. Zeg ik. Hij is lang aan. Oh, al lang. Ik stond bijna. Zeven, acht, maar 1, 2, 3, 4. Niet te veel rennen, hè? En pas niet op voor fall damage, joh. Echt maar. Ik kan geen dingen oppakken die zijn gebrand. Als soms liggen de items die niet zijn. Wat heb ik, wat zijn de sapins? Yo, we lopen een beetje achter, dus een beetje serieus zijn, hè, weet. Dat is nodig. Ja, maar ik ben altijd serieus. Hey, ik heb nogal lag nu. Ik niet. Dat komt door jouw internet. Je hebt een slecht internet van allemaal. Oh my god. Henk heeft al 2 hartjes en die Captain NL die heeft al 3. 4 zelfs. Tappen als je het wilt zien. Tap plus je moet. Oh, dit is zo handig. Hoe kun je ervoor zorgen dat je dit kaartje op tap hebt? Zou je? Dat is commando's meer. We gaan hier ergens in mijnen. Ik moet in mijnen. Ja, hier naar beneden. Ja, we moeten heel ver naar beneden, joh, echt waar. Zo. We moeten die fakkels niet laten staan, hè? Jawel, gewoon laten staan. Dan spawnen de mobs hierboven. Dan hebben we een beetje ingewandeld. Dan hebben we een beetje plek waar het nog veilig is. En de kans dat er nu al iemand komt, dat is heel klein. We maken wel de crafting table. Die heb ik meegenomen. Dan maken we even een nieuwe. Oh, trouwens, als je AFK moet staan, of weet ik veel wat, moet je jezelf even ingraven. Ja, dat heb ik gehoord. Dat is er. Oh, ik ga die andere gewoon even plannen met mijn motor pickaxe. Ja, oh, en Storm's Waard is ook wel. Oh, en je PvP staat voor team staan aan. Dus, niet, pas op. Ik vind het spel nu al geweldig. Waarom heb je daar een crafting table geplaatst? Omdat ik die oude van jou was. Omdat ik even wat tools aan het upgraden ben. Hé, hey, ik ga nu de andere mijn. Ja, net toen ik die van jou weghaalde, dus toen ik dat deed, dus een beetje jammer. Ik verken die andere mijn. Nee, niet te ver weglopen. We moeten niet laten zien dat hier zo'n meisje. Ik weet waar jij bent. Hier is coal en iron. Gast, hier is gewoon iron, oké? Waar dan? Hier gewoon direct in het begin al 2 iron. Ik heb het al. En coal neem ik ook mee. Maak jij nou vast een oven. Als er zombies zijn of skeletons, gewoon rennen. Gewoon laten komen. Je moet ook farm hebben of iets. Dus ik neem even wat seeds mee naar beneden. Deur.
Hier is best wel veel cool. Ik denk dat gaan allemaal mee. Oké, 17 coal en 2 iron. En spider. We moeten ook nog koeien hebben. Dat is misschien nog de ergste probleem. Had jij koeien gedood? Wat? Had jij koeien gedood? Nee, volgens mij alleen maar nee, ik heb geen leer. Maar Marco, hier in deze cave. Nou, niet naar binnen gaan, maar er zit een spider om de hoek ergens. Ja, er zit skeletons in beneden, dus hier gaan we niet heen. Ga gewoon naar mijn mine toe. Ga naar mijn toe, en ga dan naar beneden. Nee, maar dat gaat nog wel op F3 en beter. Zo'n spider of zo'n pand. Ik wil gewoon naar beneden hier, kom op. We moeten niet al te lang boven blijven. Het is echt heel erg gevaarlijk hier. Dan moeten we een cave vinden of zo. Gewoon naar beneden mijnen hier, zoals Corsair. Hallo, luister. Hi Bake, ik heb dit ingespeeld. Ik heb dit heel vaak gespeeld. Ik heb dit zelf al een paar keer gewonnen. Ik heb ook ijzer. Ik had deze iron wel, jij mag verder gaan. Niet voor me gaan staan, niet voor me inspelen, dat is heel dom. PvP schade staat aan. Nooit. Dat is echt... Dan sla ik jou en dan heb ik jou voor een fall damage gegeven, of damage gegeven. Nooit doen hier. Je neemt het wel heel erg serieus, hè? Ja, nee, nee, niet echt serieus. Hey, ik heb die barrière nog die je me had gegeven. Heb je die nog? Ja. Nou, drop even, dan weet ik veel wat. Niet, dan moet je echt even ergens later tegenkomen of zo. Nee, drop gewoon hierboven, het blijft wel liggen. Die spawn wel zelf vanaf 5. Ik ga hem wel even in. Oh, hier is nog een heleboel kool. Neem maar mee. Ja, dat is handig. Ik heb nog 12 bij me, dus... Ik. En nooit, ja. En ook bij stacks of coal, weet ik veel wat, niet te veel erin doen. Doe precies per 8, altijd. 1 coal per 8. Wat? 12 items, als je 12 items moet burnen, is altijd 8 items burnen per 1 coal. En dat moet je ook zo hier doen. Wat levels zijn er? Ik weet dat je met 1 coal precies 8 items kunt burnen, dat weet ik. En dan moet je hier ook echt heel erg serieus mee doen. Een coal hebben we veel nodig. En diamonds helemaal. Ik weet het. Ik doe het ook altijd zo in singleplayer, gewoon survivor. En dan ga ik hier deze mooie barrière droppen. Ja, het is helemaal niet zo'n singleplayer, man. Ik heb nu 39 kool. Ik heb 12 ijzer. Hoeveel ijzer heb jij? 2. Oké. Okay. Ja, sorry mensen, ik ben een beetje gestrest, want ik moest één keer de server veranderen van 1 gigabyte naar 4. Ik dacht helemaal 4 in. Heb je het aangehad of stond het net open? Zei je? Heb je net aangezet of stond dat net ook al aan? Dat stond blijkbaar nog niet aan. Ik dacht dat ik er 4 in had gesteld, maar blijkbaar niet. Hebben die workbenches bovenaan gelaten? Even gaan kijken. De wat? De workbenches. Alleen ik wacht. Ja, en ik moet... Ja, de workbench. Ja, ik hoef die niet. Ik heb er nog één bij me. Okay, ik heb er nog één bij me. Wees maar. Ja, maar we moeten die boven weer weghalen, of weten mensen dat we hier zijn. We moeten ook de fakkels weghalen en de muur dicht maken. Nee, dat niet. Dat hoeven we niet. Dat is een beetje overgeven. Maar die fakkels kunnen... Nee, die fakkels kunnen... Dan moet je twee fakkels staan en er is een duidelijk naar beneden gegraven grot. Maar iedereen gewoon zien dat het buiten zijn geweest. En dan moeten wij... plaats 2 van... Kom eens. Oh, je bent naar boven. Anders moet je even 2 van die speciale stenen plaatsen. Die nieuwe oors. Die nieuwe... Die rot zitten of anders. Dat, nou, die lijkt er gewoon net als die daar zijn gespannen. Dus maakt niet uit. Dat lijkt gewoon natuurlijk. Dat zie je dat. Oh, ja. Wat een habit? Nee, die heb ik erbij. Jammer. Ik heb anders pak je wel wat ergens anders vandaan. Dus pak je wel wat anders. Ik heb al. Ik heb het dioriet. Ja, dioriet. Oh, ik ken die naam helemaal. Ja, Yosine heb ik altijd heel serieus, want je krijgt zo makkelijk damage. Kijk nou, kijk maar op tab. Ik heb een NL die heeft al 4 hartjes kwijt en Henk die heeft al 2 hartjes kwijt. Oh, dat is anders hier, dat is weer anders. Ik vind die nieuwe blok gewoon echt niet leuk. Je hebt gewoon granit en dioriet en andesiet. En dat kun je mijnen, maar dan kun je het ook nog eens craften. Waar gaat dat over? Yo 3, kunnen we naar beneden komen met een crafting table misschien? Ja, kom. Hé, hier is kool. Ja, laat me liggen. Er zijn veel kool nodig, ik ga het wel halen. Ja, maar ik heb genoeg bij me. Eerst heb ik een crafting table, ik heb geen pickaxe. Ik ga een crafting table, ik ga wel een mijnen. Want er zijn toch kool nodig. Hè? Ja, ik heb bijna op de goede lijn. Ik heb ook even van de... Is het nou nu 11 of 12? Ja, 12 toch?
Ik heb geen flauw idee, maar ik heb een cave gevonden. Elf is volgens mij diamonds. Nee, elf is lava caves. Ja, als je op level 13 zit, dan kun je niet een lava vallen en wel diamonds vinden. Nee, dat is nummer 11. Je hebt 11 nee, dat is nummer 12. 13 is hier één blok hoger, dat is twee blok hoger de lava. En 11 is precies bij het lava. Ik heb touches nodig, ik heb een mooie keer gevonden, alleen ik heb geen touches. Hier liggen drie. Er zijn drie op de crafting table. Dat noem je 8 aan de crafting table. 8? En ik kan ze niet pakken. Ja, wacht, ik heb ze al. Nee, ze laten we te laag. Ik heb bijna stack coal. Ik ben op 12. Nee. Ik heb nu een stack coal. Oh, ik ben zo top. Heb jij normale oakwood saplings? Die heb je nodig voor golden apples. Een normale wat? Oakwood saplings. Ik heb geen oakwood saplings. Oakwood saplings. Normale hout. Voor jou misschien. Nou, makkelijker. Oh, lost? Of gewoon saplings, ja. Saplings. Die normale saplings, default Minecraft wood saplings, dat noem je ook wood. Ja, ook wood. Nee, ik heb alleen Asia wood plant. Nou ja, dan moeten we even stomtijd over de boom gaan zoeken. Maar eerst moeten we zorgen dat we eten binnen hebben. Anders hebben we... Oh, ik heb wel eten. Ik heb 4 raw mutant, 2 mushroom en 7 raw pork chop. Oh. En ik heb 6 Asia saplings. Oh, en ik heb je nog wat iron gevonden. Ja, maar we moeten geen rauw voedsel eten, dan word je ziek van. Ja, klopt. Alleen we kunnen het wel... Ik heb een stack code, oké? Okay? Cobblestone genoeg. Craften, oh. Kijk, hier is best veel iron volgens mij. Oh, en een zombie. En die kan ik wel aan. Om de damage te nemen, hoop ik. Ik had het wel in de gaten. Ja, dat ging een hartje. Oh, deze zombie kan niet eens bij me komen. Oh. Oh wel. En ik kan niet bij de iron komen zonder berries. Hey skeleton, kut. Rennen. Er gaat niet als je is dood. Wegwezen daar. Water. Wegwezen. Rustig, ik ga al. Hij kan me niet achtervolgen. Hij staat aan de andere kant van de cliff. Dat maakt niet uit, je hebt nu al 3 hartjes. Je bent veel te laag. Oh. Ja, ik sta... Helemaal onderaan. Stel dat ze nooit in de buurt komen verschillen voor jullie zien. En als je ze wel moet pakken, dan moet je ze van onderen pakken. Van onderen zijn ze zwak, kunnen ze jou niet pakken. Denk weer. Wat is jouw z-coördinaat? Z? Dat is 443, maar als je gewoon terug naar de trap loopt, dan... Ja, nee, daar kan ik dus niet komen, zodat de skeleton mij staat op te wachten. Ja, maar dat is... Wacht, nee, ik kan er wel omheen gaan. Bouw je, ga een heel klein beetje naar beneden. Waar heb je die geintje gemaakt? Hier. Oh, ik weet het niet. Ik heb het gezien. Hij is gevallen. Wat? Wacht maar, er is nog één. Zie je mij? Ik zie jou. Nee, hij is weg. Hij staat. En hij staat aan de hoekje. Hij staat? Ja, ik zie jouw naam. Daar beneden is allemaal iron. Ik sta links van het hoekje. Serieus, hij schiet op mij. Nee, ik nam mijn anderhalf hakje nog. Eén schot, ik ben dood. Je dood? Nog één schot. Je moet een beetje proberen muur te bouwen. Oh. Dat probeer ik ook wel de hele tijd. Nee, ik heb gekopstoot. Kut, ik heb gekopstoot in. Mag ik doorgaan? Blijf waar je bent. Ik ga wel verder bouwen met video. Hallo. Hier. Hallo. Oh, dat was niet te zin. Je moet gewoon, als je echt is, dan mijn je gewoon overal doorheen. Dat maakt echt niet uit, deel 3. Het is ultra hard. Nee, dat weet ik ook. Waarom deed je dat niet? Toen ik die skaten zag, begon ik meteen weg te rennen.
En ik ga niet in de verkeerde. Het is echt geen zin om jou nu aanmoed te geven. Jij denkt nope. Normaal, ik weet wat denken. Jij denkt normaal survival. Echt niet, doe je echt niet doen. Lol, je kan zelf zien bij blokjes waar ze heen kijken. Ik normaal ook een hardcore. Yo, 3, je kan zelf zien bij blokjes waar ze heen kijken. Het is best wel raar. Nou, zit het dus op duim omlaag? Gaan we hier een huis bouwen ofzo? Ik heb 12 iron, hoeveel heb jij? Ik heb 16, gesmolten. Oh ja, stap ik nu even 8 in de oven met 1 kool. En dan heb ik nog 4 bij me. Hier ligt een pickaxe. Ik kom dit. Ligt een iron pickaxe. Ja. Oh, alleen iron. Gebruiken voor de iron nu. We moeten eerst nu even redden op stone, omdat we nu nog wel kunnen overleven. Oh, ik heb de hik. Als ik dood ga, wordt mijn spul nog drop. Ja. Oké, dan kun je het nog pakken. Ja, maar alleen dat ga ik niet doen, want dan kan ik riskeren dat ik ook dood ga. Veel hartjes verliezen. Ik sta nog alles recht. Dat is nog slechter dan Henk. We gaan zo meteen de stripmijn maken. De stripmijn altijd afblokken met één blokje, dan monsters niet terug gaan komen. Oh my god, niet. Ik vind deze nieuwe blokken echt niet leuk. Nee, maar ze kunnen wel mooi zijn. Oké, mijn kijk. Ik heb zijn NL spier gedropt. Wat? Ik heb zijn NL is halverwege zijn hapjes. Ik heb redstone. Redstone? Dat is mooi, dat kunnen we hem ommaken ofzo, weet ik veel. Ja, maar dat maakt niet uit. Mensen gaan je heus daar niet trappen. Ik moet helemaal mijn iron pickaxe gebruiken van 1 cobblestone. En als het een goede vallen trap ze dan in. Ja, maar dat moet echt een hele goede zijn. Jee, 8 iron. Oké, Marco. Ik ga nu 1 en een stukje kool verspillen door maar 7 dingen erover te doen in plaats van 8. Wat ben ik een bedde? Als je het niet maakt met je eigen. Moest je schamen. Ja, echt daar. En dan heb ik nog maar 76. Oh, boehoe. Ik heb ook redstone. Dat ga ik wel mijnen hoor. Maak je gewoon even een gangetje ergens naar binnen. Ik heb een grote cave. Hey, is er ook een nether? Ja. Oké. Okay. Natuurlijk, dit is de standaard beeld. Hey. En nu kunnen we straks naar een nether. Ze hebben alleen water. Zal ik omhoog gaan verwaren? Is zeer tof. Hey, ik haal deze oren wel gewoon mijn hoor. Oh, waarom heb ik geen Minecraft trouwens? Dat is mooi redstone en lap voor Sully, daar hebben waarschijnlijk niks aan, maar ik mijn het wel gewoon. Oh, deze is kind of, deze, ik had eigenlijk gehoopt dat hier duimels lag, maar nee hoor. En niet let op de creeper die net zo net zo'n plafond ongeveer 10 meter. Ja, Enderman, niet kijken. Jij bent hier zo goed in. Oh, Enderman. Ik had net Eén slag op mij, ik ben dood. Wacht, ik heb een idee. Ik ben een beetje boven mijn hoofd, want 2 blokken hoog, daar kan hij niet inkomen. Oh, zo slim. Ik heb goud. Is hij al weg? Geen idee meer te zijn. Ik heb goud. Nee, hij is nog. Nee, maar ik heb goud, dan kunnen we golden apples mee doen. Voor de rest is goud best wel zinloos. Chef, kunnen we een half hartje helpen? Wat heb je gedaan? Grint. Wat voor grint? Dat ging heel gemeen op mij vallen. Oh,
je moet echt heel veel oppassen, jongen. Dat zeg ik al de hele tijd. Je wil niet luisteren. Okay. Je wil niet luisteren. Nou, ik ben hier heel slecht in. Blijkbaar. Dat merk ik. Dit is mijn eerste keer, oké? Okay? Dat mag ik alleen zo pijpen. Komt hier een tweede ronde van? Nee. Ik heb mijn gevoel dat deze ronde heel erg goed mooi uitkomt in jouw bedtijd. Als ik doodga, dan ga jij toch gewoon door met het team en zo. Ja, dan ga ik gewoon door. Dan word jij in Game Mode 3 gezet. Oh, Enderman. Ga gewoon dood. Niet slaan. Nee, dat ben ik ook niet van plan. Ja, er staat een iron boven je hoofd. Ja, maar dat ben ik niet zo. Een bed kan je toch geen pijn doen? Een bed? Dan zou je al pijn kunnen doen. Mooi. Dan ga ik deze iron mine. Het hoorde een hostile mob, alleen dat snap ik niet. Hoezo zijn er in de twee enemies? Twee enemies, hè? Ja, ik heb 9 iron. Dat is eigenlijk een beetje een zinloze cave. Maar goed. Ik vond het best wel leuk. Vroeger kon Endermans niet op oor te teleporteren. Dan moet Enderman nou precies in de weg staan. En als je een dakje boven je hoofd maakt van maar 2 hoog, dan kan hij er niet in teleporteren. Want hij is niet blokken. Ja, waar kan dat blokje weghalen? Enderman, hè? Nee, maar ik bedoel, als je 3x3 ding boven je hoofd maakt. Waar? Wacht, is je Enderman dan nog? Ik zie daar een creeper. En daar vloog een bed. Kijk, hier niet, dan haal die diamonds. Dan ben ik er niet bij, want ze gaan skeletons. Dat is zo kut. Hij heeft water. Dan kan je ook optie daar maken. We hebben vrij weinig aan zonder die pickaxe. Ben je een hartje kwijt? Twee. Slechte zaak. Het zou geen mooie dag worden, denk ik. Ja, als ik dood ga, moet ik wel meteen mijn spul pakken, want ik heb best wel veel bij me. Zullen we later even discussiëren? Ik denk niet dat het zoveel later gaat. Hij is dood! Wat? Yes, Captain NL tried to swim in lava. Hey, ik zie hier ook dia. Ja, niet naar beneden springen, want daar beneden staat een heel... Die beneden staat een skeleton en een zombie. Maar die zombie die kan ik wel vermoorden, toch? Kijk, gewoon doodstaan. Maar wacht, ik kan naar boven klimmen, Marco. Nee, wacht niet. Ja, hij is dood. Nu de skeleton nog. Is hij weer hierheen gekomen? Nog een zombie. Ja, het skeleton. Ja, skeleton is dood. Nu de zombie nog, dan kunnen we naar beneden. Oké. Niet springen. Ja, zo'n zombie. Oh shit, zombie. Zombie. Dood, staaf, mag. Ik ben dood. Nee. Ja, zombie ook. Ben je nu spectator? Oh nee. Ja, zometeen. Ik mag. Wil je ook naar jou? Hey, nu sta ik hier boven weer. Marco. Kan ik niet gewoon vrij rondlopen? Jawel, wacht even. Ik ben verdwaald. TP maar, even naar jou toe, dan kan ik yes, mezelf helpen. Game mode 3, cool, nickname. Je hebt die Enderman puzzle gemaakt. Oh, sorry. TP maar even naar jou toe. Nee, dat moet je zelf doen. Maar ik zit nog steeds in het vliegende gebouw hier. Ben je niet, je bent toch een gamer geüpdate?
Oh ja, ik kan vliegen, jee. En je hebt, als het goed is, heb je... als je iets, gewoon even een van je toetsen indrukt, een van je nummers... op je voor, bovenaan, boven je B... dan komt er zo, goed als een menubalkje. Dan kun je kiezen wat je wil. Dan kun je volgens mij teleporteren tussen players. Close menu. Als dat next is. Page. Teleport to player. Teleport to team member. Die wil ik gebruiken. Hey. Nee. Ik snap het hele menu niet, maar het zal wel. Hij is een beetje moeilijk te begrijpen. Wacht, nee, ik ben bij... Nee, nu ben ik bij een of andere Lola. Dat coole kan de blokken heen. Oh, Lola is best wel goed bezig. Ze heeft een... bijna veel iron armor. Dat is wel heel handig dat je dat zegt. Ja, dat weet ik. Alleen dat is dan cheaten. Alleen dat is cheaten. Oh, mag dat niet? Nee. Oh, ik dacht dat Jeff dan mocht. Waarom ben ik hier nog in spectator mode? Als er waarschijnlijk toch niet meer nog een ronde komt, ben ik hier alleen maar... Dan kun je rondkijken een beetje. Een beetje wat iedereen doet. Ja, wat heb ik daar aan? Oh, een beetje. Gaat nergens over. Het is al zinloos. Ga ik even een eigen aanbod maken. Wow. Wow, dikke lag hier. Ja, kan. Gewoon door blok heen te kunnen gaan. Ja. Oh. Hier, een vet grote cave gewoon. Echt gewoon, wauw, zo groot. Hier, gigantisch lava. Oh, deze cave is gewoon helemaal vol met lava. Dat is best wel cool. Nee, ik probeer voor die dames te gaan. Ja, ik ga wel meekijken met jou, alleen ik weet niet hoe dat nu werkt. Als het goed is kun je ook tp'en, gewoon normaal tp. Nou, gewoon de tp-commando gewoon. Ik ben nu bij Remy. Okay, gewoon slash tp kan ik gebruiken. Volgens mij wel, maar weet niet zeker. Werkt dat? Nog geen uitslag gehad. Weet je wat ergens zou zijn nu? Als ik achterkom dat ik mijn eigen audio van vergeten op te nemen. Ja, dat zou nog wel erg zijn. Maar als het goed is niet. Wauw, Marco! Vlak bij Remy is het totaal naar de N. Dat is best wel cool. Nice. Ik ben, hebben we ooit eerder het portaal naar de N gevonden. Dat is echt vet veel zeldzaam. Nou, vlakbij Remy schoor. Gewoon een... Ja, in dezelfde chunk gewoon nog. Als zij gewoon op die hoogte verder gaat. Een beetje schuin. Ik kom die zilvervisjes tegen en dan gaan Remy dood. Ja, maar het is best wel episch gewoon. Hoe hoog gaat dit? Oh, het komt uit in een cape, onvoorspelbaar. Dit wil ik niet. Hier is het portaal al. Ik wil een makkelijk doen. Nou, kom op naar mij. Oh, hier is de bibliotheek. En... Maar ik ben niet bij een bibliotheek. Er gaat een lijnschacht met water. Nee, dat zijn gewoon twee vliegen. Spin. Creeper. Ja, ik probeer het hele menu nog te begrijpen. Eén. Vijf. Ja, wacht, nee. Ja, ik ben bij jou, Marco. Mooi armor. Heeft ze de dia? Zorg ervoor dat het blok onder de dia ook geen lava meer heeft. Anders valt je dia meteen in de lava. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Ik ga de god even wat verder verkennen van enige match. Wow, Marco. Hier is vergroot een lava meer onder lava. Ja, ik heb een beetje zombie problemen, joh. Zombie? Ja. Ik ga wel even kijken van zombies. In de cave. Creepers. Ja, dat bedoel ik dus. Hoeveel hard check je nog? Oh. Maar 2 5.
Ik maak me een beetje zorgen over Henk op het moment. Die zit bij Remy en Remy is vaak dat goed in dit. Ik heb geen afval, een beetje probleem. Ik heb wel dingen genoeg om dingen te maken. Want deze cave is echt vet groot. Iemand vraagt hem op. Oké, Marco, ik ben in deze grote cave jou niet helemaal kwijt. Gelukkig ik mezelf nog niet. Het gaat even heel diep de grond in. Het zijn diamonds. Niet gaan pakken. Wat? Ik heb nog geen diamonds gezien. Wat, nee, ik zie jou weer. Ja, wow. Wow, vet veel diamonds. Maar jij kan ook op mijn kisten kijken, hoor. Volgens mij ook op mijn inventory. Jij kan ook mij zijn als player. Dan moet je op mij klikken. Dan kun je zien hoe wij rondlopen, waar ik doe en zo allemaal. Ik kan niet op klikken. Even toch staan. Oh, dit is wel cool. Alleen door mijn internet hakkelt het nogal. Nou, dat is gewoon standaard om gewoon mij te klikken. Hey, ik ben nog spannen. Lol. Ja, iets moet ik toch opleven. Ja, maar stil. Jee. Hoe kom ik hier weer weg? Uit mij? Shift. Dat is mijn vaker. Maar ik heb de serieus nu al dia. Dat is echt wel snel. Dan moet je een dia pickaxe maken. Dan kun je naar de nether. Hoeft niet. De nether heeft swag. Waarom ga je hier graag... Als nog. Kun je achter zitten? Oké. Dus eieren. Marco. Ja. Hierachter zit volgens mij nog een cave met 2 goud. Volgens mij gewoon recht achter. Of is dit geen cave? Zeg maar even als je hier ziet, dat is misschien wel handig. Ik heb wel gold voor je. Dan heb ik niet van. Ik heb al heel veel gold. En ik heb gold en ik heb emmels maar. Appels. Dus je moet eerst een bion vinden die dat heeft. Ik dacht als ik dia vind. We kijken in deze muren. Ja, het is nogal lastig om te zien. Het valt nog zwak. Ik kan het eigenlijk alleen zien in caves. Wacht. Als je daar recht doorgaat van ongeveer 4 blokken omhoog, dan kom je weer in een cave. En hier is dia, Marco. Maar. Ja, hier terug. Lijkt me weg vanaf waar. Waar ik nu ben, ik weet niet waar je... Daar, oké. Ga terug naar die lava. Nee, terug, andere kant. Je bent hier beneden. Maar je net was. Hier. Ja, daar beneden. Maar ik zei dat ik die had gevonden. Hallo, is die merk niet. Hier. Helemaal naar het eind uitlopen. Goed, ga nu 5 blokken omhoog. En dan gewoon rechtdoor. 5 blokken omhoog? Ja, ongeveer. Gewoon rechtdoor, daar zit niks, geen caves of zo. Ja. Ja, je bent er bijna. Ja, je bent er, goed zo. En rechtsaf. En hier zit geen caves. Rechtsaf, hier. Oh, zombie. Andere rechtsaf. Die, daar, zombie. En hier rechtdoor, hier is dia. Kijk hier. Ja, ik zie het wel, maar ik moet even mijn... Je zegt geen maps. Nee, maar ik moet even totjes hebben. Ik moet even totjes hebben, anders kan ik... In de linkerhal, die hal gaat verder, maar het is lava meer. En... Ja, maar ik heb even toortjes nodig nu. Oké. Eigenlijk is het vet cheaten, maar... Hallo. Hoeveel die jij? Ja, ik heb er nu 4. Ja, alleen, je hebt die hier nog niet weggehaald. Nee, zonder die heb ik er 4. Plus mijn diamond sword, dat is 6 dan. Dus net had ik ook 6. Oh, hier niet naar beneden gaan. Hier is alleen een skeleton en een heleboel lava. Ja, wil ik wel stonden komen, dat doe ik niet.
Marco. Ja, wacht even, je dan deze. Je had toch een stack coal bij je, zei je? Wat? Je had toch een stack coal bij je, zei je? Ja. Waar is dat allemaal gebleven? Weet ik veel. Ik ben dood gegaan, weet je nog? Maar ik heb iemand de torches genomen. Er is een slime gespand in de cave. Oh jongen, je moet echt heel veel oppassen, jongen. Dat is best cool. Nee, maar dat niet. Je had een beetje soort cave dingen gemaakt. Of een squid mine gemaakt. Maar je hebt vergeten torches te praten. Ze kunnen heel veel mobs spannen. Dat is goed. Hier, slime. Pas op. Slime van stok. Oké, nu kunnen ze... Een kleinste nog eens gaan. Oké. Marco, jij gaat terug gewoon naar de dia. Alleen, die plek waar je 5 blokken omhoog moest graven, daar moet je niet links afgaan. Daar is alleen een groot lava meer en een skeleton. En sinds ik dood ben gegaan, haat ik skeletons. Kijk hier, omhoog, niet naar links gaan. Oh, daar is ook een zombie bij gespannen. Hou maar een muurtje. Ja, slim. Hey Rocky. Rocky 80106, die sprak je ook. Stalk zelfs? Ja, die vliegt nu ook een beetje rond. Maar dat is maar één. Ga er een beetje omheen. Dit is best wel koud, hè? Hoezo? Je hebt nu wel een dia. Ja, Robert ook. Robert is vet sterk. Robert is pro Minecraft. Ik ken hem niet. Nee, maar als je hem kent... Pro kan niet zijn. Oké, dit loopt dood. Ja, dat heb je al gezien. Mooi. Terug. Oh, skeleton. Pas op, achter je skeleton. Ja, dat had ik gezien. Voor je ooit wakker werd. Kom maar. Oh, kom maar. Kom hierheen. Waar is hij? Ja, hij staat boven je. Ja, nou kijk, kijk, kijk. Hij schiet weer. Is hij in mijn gracht nog aan? Kill hem. Hij is dood. Zo doen we dat in Minecraft. Zo doen we dat weer. Ik kan nog wel even een beetje in de buurt rondvliegen voor het dia. Eigenlijk zijn we nu dik aan het cheaten. Dat zeg ik altijd, ja, maar... Ja, oké, okay, dan ben ik. Oké, okay, ik ben jou nu kwijt. Maar ik denk dat ik de thuisbasis... Ik ben daar bij die skeleton. Dus, Ja, maar ik weet niet meer waar dat is. Je vliegt de route terug. Dat weet ik. Maar ik ken die route niet, oké? Okay? Je hebt die... Wacht, volgens mij ben ik bijna bij de thuisbasis. Zo noem ik die plek. Waar we dus... Waar ik? Waar de oven... ja, waar de oven staat, weet je wel. De thuisbasis is de plek waar het net staat. Volgens mij is dit het pad naar... Ja, ik heb het pad naar thuisbasis gevonden, jee. Wat een domme zombie, hij staat vrijwillig in de lava. Hey lol, ik kan in deze oven kijken. Wacht, kan ik spul van jou aan de oven doen? Ja. Nee, ik kan niet in mijn inventaris nemen. Nee. Nee. Wat die spin, man. Wat die spin, man. Ik weet niet of dit één lange episode wordt of je dit een beetje op gaat delen. Ik denk niet beetje op gaan delen, want ik wil een beetje langer op te lopen. Dus ik moet dan ook weer klaar. Ik tip even aan jou. Jee. Ik ben erachter gekomen dat het nu werkt. Daarachter zit niks, hoor. Mag ik ook gewoon... Ik kan gewoon opnemen. Dat is alleen een kleine ruimte met wat kool. Alleen je moet wel een beetje oppassen als je naar mensen toe tapet. Dat heb ik ook weer een keer gehad. Dat teleporteer ik de ene pin naar de andere pin. Omdat ik gewoon tap. Heel goed. Kan ik via tap tp'en? Nee, dat niet. Maar toen had ik op en ging ik gewoon slash tp command uitvoeren. En toen werd ik ongeluk maasjes teleporteren naar Remy toe. Nee, maar ik kan een tp command niet eens gebruiken. Ik ben er gewoon achter gekomen dat het minuutje werkt. Nee, maar ik heb wel even op als dus. Oh, lapis lazuli heb je ook nodig, hè? Oh, ik heb lapis. Waarvoor dan? Voor enchantment. Zombie. Bedankt voor de waarschuwing. Beetje laat. Staat er boven nog een zombie? Nee, alleen een bed. Creeper, creeper, creeper. Waar ben je? Ah. Ik weet waar je bent, maar... Hier, beneden, bij dat lager meer links. De weg terug naar huis, weet je wel. Ja, ik geef ze wat obsidian halen. Of lapjes. Maar waar ben je dat voor nodig? Voor enchantment. Enchantment.
Hoezo kun je dat ding weer enchanten? Dat is een nieuwe snapshot, een nieuwe Minecraft-versie moet je en daar heb je zo'n gebruik van kunnen enchanten. Weet je iets van? Geen XP meer? Ook wel. XP en wat doe je? Wat doe je hoor? Oh, hier naar beneden, pas op dat je niet valt. Wat zat ik ook aan te doen? Je kunt beter gewoon teruglopen, dan kom je hier ook. Dat is misschien slim. Maar je moet oppassen, want daar beneden... Stop, Marco. Daar beneden, bij dat lava meer, achter je is ook een zombie. Draai om. Boven je, achter je. Creeper. Dank voor de waarschuwing, die heb ik al lang gezien. En spannen heeft heel veel mobs. Er is, links van je is ook een skeleton, nee, die ziet je niet. Marco, als je hier naar beneden gaat... Laten we naar beneden, naar links, in het galletje een creeper. En de creeper is weg. Even, ik ga even creeper speurtig. Is er een creeper in het huis? Want in dit halletje stond, wauw, de creeper is natuurlijk net ontploft. Dat is veel logischer. Wat doe je? Dat is paard, zodat de mos niet naar binnen kan komen. Remy staat hier op te wachten. Pas op, dat is Remy. Ik ben dood. Ik dacht dat jij dat was, oeps. Zeg dan dan, jongen! Ik dacht dat jij dat was, jongen. Hou me op. Vervelend. Godverdamme. Je bent dood, oké? Okay? Remy. Kut, Remy. Hoe de fuck wist je dat ik daar was? Hashtag. Waarschijnlijk. Marco, waarschijnlijk had hij gewoon de fakkels gezien die daar nog in die cave stonden. Ja, hij heeft het nu dicht gemaakt met kobbelstof. Bro? Ja. Let's take it, Marco. Marco, Amy. Is er niet gewoon een manier dat... Remy heeft nu mijn diamond stroof. Is er niet gewoon een manier dat we allemaal kunnen respawnen? Fuck die Remy, man. Hij heeft een zin allemaal spul gepakt, of niet? Nou Marco, we zijn uit. Stop de server. Het is echt best wel cool. Yo 3, je had veel meer diamonds van mij kunnen vinden, jongen. Ik heb het best gedaan om diamonds te vinden. Ik heb al 2 plekken gevonden. Ga die ook gewoon hier rondhangen. Ik had net een mooie game met veel dia, had al iets van 6-7 gemined.
En nu is het dus gewoon op. Hij krijgt geen enkele gatjes bij. Hij is gewoon even aan het eten. Maar gewoon nu blijft. Dus gewoon een uur zo rondvliegen, niks doen. En het is gewoon op. En als iedereen dan dood is, doen we dan nog een padje. Ik heb geen idee, hangt af van hoe laat het is. Nu heeft Remy al mijn dia. En hey, hier is een mop van. Of 7. Had je dit bovenaf wel dichtgemaakt? Ja. Met wat? Diorite en andesiet. Maar het zag best wel stom uit, ja, want je had er een lijntje diorite en een lijntje andesiet. Hoe is dat een map spannen met best wel veel cool spul? Zes, Kik, Henk, Oza, mij niet uitgenomen. Henk heeft geen OP. Op jou even, op. Heb je al even op? Hoe ik neem. Wat heb ik aan op? Zo kan hij even TP'en. Zo. Ik reset toch al de server. Henk geeft op zich geen ding meer. 6 TP. Je hebt gewoon echt serieus in zijn ene furnace heb je een stack ijzer. Jammer dat je niet kan zien wat mensen in zijn inventory hebben. Je kunt toch in een mens kruipen? Ja, maar ik kan niet zien hun inventory, dat is een beetje jammer nog. Maar het is nog maar beter, hè. Dus kan zijn er één gedachte op wel 100% werk. Nee, maar dit is gewoon vanilla Minecraft zonder prevent. Oké. Hey Marco. Mm-hmm. Wacht, zit jij in Lola? Nee. Oh, ze hebben het voor Redstone. Wauw, Henk en die andere gast heeft gewoon serieus huis gemaakt. Nou, nu een zombie dan weer komt. Henk. Wat is met Henk? Hij is net aangevallen door een zombie. Misschien een deur. Marco, zullen we hem helpen? Want als ze daarboven recht naar beneden gaan, dan komen ze in een verlaten mijngracht. Zullen we ze dat vertellen? Loo, loopt een onzichtbaar spin hier. Oh ja, dat is nieuw, onzichtbaar spinnen. Wat? Nou, bijna onzichtbaar. Ik kan zijn ogen of zo nog zien. Dat is zo vreemd. We hebben ook al die, Jan. Henk heeft net gekregen. Jee, TP. Zit je in de muur? Ja. Nee, ik vlieg niet buiten rond. Jij zit in de muur. Spin achter jou. Waar sterk. Ik wil door de ogen van die spin kijken. Oh, ik ga naar Lola toe. Oh, die spin kijkt recht naar hem. En ik ga naar jou toe. What? Wow, een zichtbare spin, dat is zo cool. Ik zie hem hier gewoon, die heeft gewoon een poosje gehad. Ja, lijkt zo, maar is niet zo. Je ziet al die vreemde dingen van een poosje nog. Hebben hun een endportaal? Oh, hun hebben gewoon een band in mijn man hier. Alleen de ops kunnen zien waar we heen transporteren, of nou wie. Dus wij kunnen de coördinaten niet zien. We zijn Flint aan het proberen te kijken. Dus. Ze zitten maar één blokje van het gewone oppervlak. Ja, maar ze proberen Flint te krijgen. Flint? Wat kunnen ze dan? Kunnen ze dan naar een nether? Ja, een poort te maken, denk ik.
Het gaat niet heel goed voor hun. Ze hebben niet echt geluk. Ze hebben niet echt geluk. Hoezo niet? Ik heb geen idee. Maar het is ver om de hoofd te zijn hoor, echt wel. Deze mineshaft is vet groot, maar er zit echt vet veel maps in. Ja. Ik wacht die mensen die vlak bij het enderportaal zitten. Dat is Remy. Nou, ik herken deze vet coole grote cave. Die vlakbij was met het enderportaal. Hallo, leuk is, ik loop in mobs, hè? Ja, dat heb ik al gezien. Dan vlieg je rond als dat vind ik echt best wel. Maar ik zie niet echt. Ja, dat heb ik al gedaan. Ja, dat is echt cool, heb ik al gedaan. Ik heb het al gedaan. Ja, maar ik zie hier niet echt. Ik heb het al gedaan. Nee, dat is het. Ik zie hier niet echt een enterportaal. Of enterportaal. Ze hebben wel een strip. Ja, dat kan. Die zie ik niet, zeg ik. Oh, nou, het kan zijn dat hij dan bij Remy was. Maar dat weet ik wel zeker. Nee, het was vlak bij een player. Ja, Remy is dus waar wij waren. Dus is vlak bij ons. Maar vlak bij een player was het enderportaal. Dus vlak bij ons. Als Remy vlak bij ons was. Hey. We kijken de video terug. Dat heb je vast wel gezegd. Dan moet je ophouden met filmen, hè? Nu? Ja, dan moet je ophouden met filmen als je het terug wil kijken. Ja, maar dat doe ik niet. Hey, Remy is nog steeds in de buurt van onze tunnel. Wow, vlakbij waar wij waren een vet grote cave. Is nu geen problemen. Het is van jouw Win Aflep. Wat doet die boos? Oh, Marco. SDP. Weet ik maar wel als het bij Henk is geweest. Dat is er zijn nu geen probleem. Hey Marco. Marco. Baris. En daar wordt die sloom. Hey Henk. Henk zal het typen. Alles. Oh. Henk Koos heeft er zelf voor een paaltje gezet en hij heeft niet zoveel. En dat is een skeleton komt ofzo. Henk gaat zo erg dood. Please. Kijk, wat heb ik gezegd? Please. Lees! Okay. Ga dood! Kom op! Ja! Henk, ga dood! Ga dood! Ik wil in Henk. Ik wil in Henk. En dan vergeet Henk eentje te shiften dan... Ah! Moet ik rechtermuisknop op Henk doen of linkermuisknop? Linker. Maar ik zie jou niet, dus niet bij Henk.
Ja, ik zit in Hank. Waar ligt hier allemaal voor items? Er liggen diamanten, XP, zwaarden, blokjes, lappies. Er ligt een glowstone. Ze zijn er netter geweest. Wat? Ze liggen glowstone hier. Oh, witches misschien. Waar ben jij? Tip 1. Hierover, hier bij dit spul van Thomas toen hij doodging. Oh. Er ligt glowstone hier, maar ik weet niet. Het kan zijn dat het gewoon vuur van een Wither skeleton is, of hij een Wither is geweest. Kan Henk dit niet gewoon oppakken? Dat doet hij. Ja. Hij heeft net allemaal XP opgepakt. Wat zijn er veel squid hier? Een lelijke squid, vul op. Die Henk, goza. Als over een kwartiertje iedereen dood is, gaan we dan nog een potje doen? Moet ik gewoon demo gaan en gewoon één keer slaan? Ja, doe maar. Iedereen haalt nu gewoon bij Henk, omdat hij gewoon als eerste dood gaat. Oh. Als hij gewoon even de cactus aanloopt, dat is wel zo grappig. Henk was quick to death. Ja, het zou gewoon zo grappig zijn, dat hij nu gewoon tegen een kant staat. Dat is gewoon echt een van de stomste manieren om dood te raken. Maar het is ook wel een van de leukste. Vooral als je Henk heet. Ja. Ja. Henk. Echt zo, nee, je bent weg van die lelijke die bestaan schouder dan. Oeh, mijn koos was back to back. Hé, je kan vanaf hier zo gewoon naar... Zijn... Akko. Kak. Ik ga hem niet gewoon nemen. Vanaf de plek waar Henk stond, kon ik zo een... Waar ben ik? Oh, ik zit in een zombie. Kut. Ik zie hoofd zweven. Oh, dat is een spektakel. Ik kom nu uit deze zombie. Ik ga rejoinen. Gewoon shift. Het werkt niet. Maar vanaf de plek waar Henk stond, kan ik zo'n waterput ding zien. Waar vlakbij altijd van die gebouwen zijn. Weet je wel, met chesten. Ja. Nou, ik kon die waterput dus gewoon zien vanaf waar Henk stond. Het is een klip, man. Het is een klip. Ik dacht dat heb je wel misschien. Dus hier aan de buurt moet ergens zo'n huisje zijn. Kom, we schieten Henk eraf met ei. Henk was doomed te vallen. Bij potion. Henk was doomed te vallen bij egg. Ik ga nu... Jammer dat Henk ons niet kan zien zo'n zweven. Dat is best wel grappig zijn. Ja, nogal. Henk bouwt er recht omhoog. Als hij nu gewoon afvalt, dat zou zo grappig zijn. Walk is shit in, maar nu ga ik ook weer in zitten. Oh, Henk gaat naar de command docks toe. Nou, de... Wat is er dan met die command box? Nou, als je button indrukt, dan kun je iedereen ergens heen teleporteren op mijn spawn. En ik hou wel in de gaten. Maar dan wordt het toch gebouwd. Mag ik ook een game mode 1? Nee. En volgens mij heeft hij geen blokken meer. Dat is ook echt zo grappig, vind ik, dat hij er geen blokken meer heeft. Henk, was... bij de... Comment blokken heb de buttons weggehaald. Kan ik ook lezen wat in de comment blok staat? Volgens mij wel. Nee, ik wil helft naar game mode 1 hoor. Game mode 1. Hey. Niet in game mode. Rustig, ik lees even. Ik ben benieuwd wat jullie dit allemaal hebben gedaan. Spawn point. Was die op je? Hey. Was die op je? Ik ben even... Nee. Hey, rustig, gast. Ik wil gewoon... Ik ben gewoon benieuwd wat jullie dit hebben gedaan, oké? Kijk, hier heb ik het gelezen. Nemo 3. Kijk.
Maar hoe lang spelen jullie dit al? Ongeveer een uurtje. Nou, bijna 2 uur. Bijna 9 uur. Ik bedoel, hoe lang spelen jullie ook met hardcore al? Oh, in totaal. Dat is wel 2-3 maanden. Nou, langer. Begin dit jaar eigenlijk. En hoe vaak doen jullie dit? En bijna niks bouwen. Ja, maar hoe vaak doen jullie dit? Wel, Henk. Het is gewoon jouw lab. Zwart. Je kan gewoon bouwen zonder problemen. Hoe heeft het zichzelf een beetje gedoemd? Als hij nu springt, dan is hij dood. En hij moet naar beneden om, anders kun je geen blok plaatsen. En hij heeft een half hartje. Hij moet maar niet blok. Het zou leuk zijn als hij die blokjes om hem weg zou halen. Kan dat? Nee. Jawel, wel een game mode. Oké, mag ik nu heel even een game mode, Marco? Nee. Ik ben die op trouwens bij Robert. Maar ze is... Dus deze game mode in. Maar gaat nu niet gewoon iedereen even dood? Wow, Lola is vet goed. Iedereen moet gewoon doodgaan. Oké, dat klinkt echt heel erg. Hij probeert in het water te vallen. Oh, heb je geen blok meer. Dat gaat hem nooit lukken, hij gaat dood. Oh, Remy is op weg. Zit Remy niet bij hem in het team? Remy. Oh nee. Heb jij wel. Oh wacht, Remy heeft een vissen dan. Ja, en Remy zit niet bij hem. Nee, dat heeft Henk. Maar Remy was een beetje schermen van hem. Henk zit gewoon in het doemdiep over. Ja, Henk kan niet naar beneden in de andere gat. Je bent nu de lul. Dat was hij al. Ja, ik kon niet laat, oké. Okay. Mag wel. Ja, hij zal nu wel zo'n soort van opmerking maken van fuck jullie allemaal. Ik ga winnen. Ja, hij snapt hem niet. Ik krijg best nog een lach als hij nu gaat winnen. Die Remy? Of Henk? Henk. Ah, Henk die wint nooit. Henk heeft nog nooit 1 keer gewonnen. En dat gaat ik ook op... niet. En dat gaat hoogwaarschijnlijk ook nooit gebeuren bij Henk. Niet beledigd hoor, maar... Het is nou nog zo bij Henk. Want hardcore is best wel gewoon vet cool. Daarom spelen wij het ook wel met z'n allen. Henk weet nu echt niet wat hij moet doen. Hij weet een beetje... Hoor je nu ook bij mij? Hé, het is hem gelukt. Wauw. Marco, het is hem gewoon gelukt, oké. Okay. En die Rainbow denkt echt gewoon, fuck. Later. Wat is later? Weet ik veel. Jammer, Remy. Henk, daar ligt een ei. Wat de ei? Alleen jammer, als je dubbel spatie doet, verval je niet. Dan blijf je gewoon zweven. Ja, dat weet ik. Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik wel dat ze moeten fixen. Maar dat wil je doen. Als je wel dat doet, dan val je door de wereld heen, hè? Ja, oké, dat klopt. Hé, je hebt in mijn huis gebouwd. Ja, dat is Henk. Oh ja, en dat is een mooie mini-farmpje. Net wel ja, 2 sheets. Een mooie crafting table. En Henk loopt er voorbij. Oh, Henk heeft een bootje onder. Henk wil je zo snel mogelijk weg. Ja, dat zou ik ook willen. Alleen Henk.
kopen. Ik maak gewoon van spullen. Mijn tab doet het niet meer. Is LOG bepaald aantal blokken dat je van een spawn weg mag lopen? Marco, er is een huis onder water. Waar? TP naar mij, vlug. Dit is uber episch. Oh nee, wacht, nee, dit zit in een nieuwe update. Oh ja, dat is een nieuwe Zeeland-talens en zo. Ja. Wacht, is dit zo bij Henk? Ja. Henk vaart er bijna recht op af. Waar is Henk dan? Midden in de zee. Dit is een Atlantis. Ook Christie hier binnen. Ik zoek nu. Ja, ik denk het wel. Alleen er zijn ook nieuwe vissen bijgekomen en die kunnen hier heel makkelijk van worden. Ja, volgens mij ben ik onder water. Ja, je bent hier onder water, dus je moet potion of water breathing hebben. Of gewoon een helmet dingetje. Oh mijn god, wat is dit voor een groot vis? Ja, die gaat je heel makkelijk vermoorden en slaan en zo. Ja, die lelijke vissen met al die oranje uitsteeksels. Die nee, zijn heel erg groot. Echt een hele grote. Lijkt een beetje op een slime. Een hele grote stekels eruit. Tip eens. Ja. Hij is grijs met oranje stekels en één oog. Nee, het was echt een hele andere. TP me. Wow. Dit is vast de eindbaas of zo. Want die ik heb gezien. Nee, dit is serieus. Dit is gewoon echt gewoon een zieke versie van die ik heb gezien. Oh. Dat zal heel erg een troonzaal zijn of zo. Met een kist. TP, Henk. Ga je Henk hierheen TP'en? Laat het zo wel zielig zijn. Ja, maar daar verdrinkt hij gewoon. Nee, TP maar even naar Henk. Maar dit is best wel cool in een nieuwe update gewoon. Gewoon Atlantis, oké? Maasjes. Is. Dit is eigenlijk ook. Bepaald. Taal. Lokken. Dat. Hey Henk is dood gegaan door spin. Marco, Henk is dood. Spam. Weg mag lopen. Best game mode 3-1. Er hoeft nu toch nog maar één iemand dood te gaan en dan heeft het team gewonnen. Of moet er nog STP, drie mensen, Marco. Twee mensen? STP, er is een badje bij 1000. Oh, ik ga even 1000 wegvliegen. Dat zou wel goed een badje moeten zijn. Marco. Ja? Kun je de server niet per ongeluk laten uitvallen, waardoor we allemaal weer opnieuw moeten beginnen en zo? Nee, hij is safe wel dan, ja? Hij is safe van een paar minuten geleden, dan kan Henk misschien ook nog leven zijn, hè? Zo'n botjes moeten zijn bij 1000. Oh lol, als je 1000 wegvliegt, dan kun je niet verder. Oh ja, wij wel, maar dan zie je zo'n dingetje. TP naar mij. Oh nee, kan je niet. 6 TP, cool. Maar ben ik geen op meer? Nee, Robert heeft je niet op. Maak me dan op. Maak mij op, maak mij op. Maak.
Maak mij op. Maak mij op. Moet kijken, dit is het bij 1000. Wow, dit is net als die Minecraft server. Dat is zo'n dingetje. Ken je de Minecraft server? 6 TP Remia. Veel succes, Jupsé! Nee, maar dit is echt best... Weet je wat Minecraft is? Wauw, ik krijg echt dat het regen krijg gewoon echt best op, man. En aan welke kant kunnen wij nou komen? De binnenste. Ik weet niet waar je bent. TP Masters. Oh, Robert heeft een champion tegen. Wat? TP mij? Maar is deze muur gewoon in vanille Minecraft? Ja, dus 100% vanille. Later ga ik ook de privé server hierop laten draaien. En die staat dan uit. Als je hier ziet, dan doe ik deze aan. Oh, dat is lekker. Mijn URC is gewoon zo cool. Ik wil het vaker doen. Kan het morgenavond niet ook? Voor mij maar het, maar je moet er over zijn. Je moet die zet alles op. Ik heb daar geen zin in om alles op te zetten. Oh. Nee, kan het niet gewoon volgende week weer? Wat is er? Ja. Gym erin. Alles zit erin? Ja. Ik heb morgen geen. Maar voor de rest het alles. Je mag een beetje. Goeiedag, chauffeur. Nee, ik heb hier mijn rooster. Hoor hem, hè? Hallo? Nee, ik heb koptelefoon. Oh, jammer. En ik denk ook niet dat hij blij zou worden als jij hem zo noemt. Oh. Hoe zit hij dan? Nou, hij is wel meer dan een chauffeur, hè? Ja, nee, dat weet ik. Maar hij is de meeste chauffeur, volgens mij ook niet. Of heb ik dat nog eens? Ja, maar soms spreken we niet de waarheid. Om mensen bijvoorbeeld niet te kwetsen. Oh. Snap je? Ja, ja. Anders kan ik nog wel een paar leuke bijnamen voor jou beleggen. Nee, maar zo gemeen ben ik niet. Dat doe ik niet. Welke dan? En zeg dan. Nee, zeg dan. Je zit nu toch opnemen. Nu wil ik het weten. Ben je aan het opnemen? Ja. Oké, dan kan ik nog zeggen. Even denken. Ja, wacht even. Toen werd je stil. Dikke, vette, vriendloze nerd. Ja, dat is een goede dag. Dus wij zijn geen vrienden. En volgens die belediging niet. Volgens die belediging ben je een dikke, vette, vriendloze nerd. Maar eigenlijk... Ben jij niet zo dik en niet zo vet en niet zo vriendloos en niet zo nerd? Snap je? Dat neem ik moeilijk zeker weer nemen als een compliment. Ja. Yeah. Of als een leugen. Dat mag jij zelf kiezen. Nee, dat is een compliment. Ik zou voor het compliment gaan, maar die is wel wat aardig. Ah, in de savanne regent het niet. Ah. Ben jij een savanna? Ja. Maar savanna regent ook niet. Hier is een heel klein stukje... Ik ben volgens mij uit de plains. Eerst een paar... Ja, ik ben de plains. Over 25 minuten moet ik gaan en tussentijd komt echt geen nieuw potje of zo. Dat is wel een hele snelle potje zo. Waarom kan ik niet meer op tap drukken? Kan ook wel. Maak me weer op. Ik kan je tap drukken. Tap, dat is... Maak me weer op. Maak me op, mensen gaan het dan wel door. Doe. Een behoorlijk bruine schaap. Tap heeft helemaal niks meer op te maken. Probeer nou. Er moet toch iets mee te maken, want anders gaat het wel werken.
Nee, we gaan ze niet ingaan. Maar wie host dan meestal? Soms ik, soms Remy. Meestal ik, omdat ik een backfire zelf heb normaal. Maar normaal staat hij ook, alleen in het begin deze keer ging niet goed, omdat ik per ongeluk dingen zat. Of ik vergeet op 4 gigabyte te zetten. Dus dat staat niet op mijn PC, maar staat op de server PC. You know wel. Hey, ik kan dat minuutje ook niet meer gebruiken. Hè? Waar? What the fuck? Oh, ik heb gewoon heel erg lag. Dat zal niet de eerste keer zijn. Hey, Remy is op de savanne. Hoeveel teams zijn er nog over? Hey, Remy. Oh nee, dat is een schaarste. Er zijn al 3 players over uit 3 verschillende Remy. Teams. Marco. Gaat Dia Amoa maken. Ik heb Remy vermoord, jee. Nee. Ik ben Remy. Hier zijn heel veel mobs. Hé, maar Marco, jij kunt dat nog wel gebruiken. Dus daar, hoeveel players zijn er nog over? 2, 3. Kijk even, 3. En hoeveel teams? 2. Oké, dan moet er dus nog 1 iemand doodgaan. Nee, 2 of 1. Maar net als van wie er is. Ja, 2 of 1, als die 1 uit het andere team dan gewoon even doodgaat. Oké, dat vind ik echt heel hard. Maar dat nieuwe Atlantis achter gebeurt, dat is best wel cool. Ja. En hier weer een mob spannen. Nou, ik ga kijken wat er in de kist zit. Wat ben jij? TP naar mij. Je bent ergens ver weg of niet? Nee, ik was bij Remy. Maar ik denk dat ik zo ga, want ik moet hem al om 6 uur al eruit. Ik ook hoor. Ik moet zo ja, wel. Ik moet zo nog even snel naar de hond lopen te kijken hoe laat de bus gaat morgen vroeg. Hoe ver ben je met je boek? Hoofdstuk nog wat, van nog wat. Nergens 9. Hoeveel hoofdstukken moet je nog? 6. Voor morgen. Voor morgen? Ja. Anders zou ik maar snel gaan lezen. Hij staat op het punt om in deze cave te komen. Nee, ik ga zometeen even vrijwillig met de hond lopen en ik kijk hoe laat de bus gaat. Dus morgen vroeg. Ik moet een kwart voor 9 zijn. Waarom gaat je overal die caves heen? Dat snap ik echt niet. Hoe vraag je? Hoe laat moet je morgen op school zijn? Hoe bedoel je? Hoe laat moet je morgen op school zijn? Ik? Gewoon 8 uur. Ik kom 8 uur. Hoe laat jij? Ja, om 8 uur? Ja. Kwart van 9 uur. En dan moet jij om 6 uur uit? Ik moet 2 uur met de bus. Ik moet 1 uur fietsen. Uur naar Roden en nog 1 uur naar school toe. En ik moet gewoon 1 uur naar Drachten, oké? Een uur fietsen is erger dan 2 uur in de bus. En wie gaat dan ook naar Drachten toe? Drachten is zo... Dat is de enige goede school in de buurt. In de buurt ook nog wel. Je woont in het... Oh ja, woont vlakbij Maren. En waar je woont een uur op de fiets. Zijn? Die Remy heeft me op 2 van die caves gewoon overgeslagen. Ja, maar hij hoeft dat niet, hè? Nou, wat doet hij dan? Wat zoekt hij? Hij gaat nu recht op een vet grote cave af. Met lava. Hij zit pas per se bij Rock, die ding. Die zit pas bij hem een beetje cheaten. Maar dat is, volgens mij is een nieuw regel dat het wel weer mag in één keer, omdat iedereen dat doet.
Hij staat op het punt om bij de cave te komen, hij heeft hem gevonden. Maar ik snap echt niet wat die gast wil, want hij heeft een heleboel caves geskipt. Kijk, deze grote cave, hij gaat gewoon omheen. Nee, dat snap ik echt niet. Wat wil hij hier onder de grond? Gaan we dames zoeken en daarmee gaan leuken. Ja, maar waarom skipt hij dan deze mooie caves? Hier is heel veel lava. Grote kans voor die kleine... Hij heeft helemaal goed kans dat er mobs zijn en die erin valt. Dan riskeer erin. Iedereen is niet dom. Hij is toch een pro-gamer? Nee, dat is een robot. Remy is ook een goed. Hij gaat weer recht op lava af. Morgen, school. Dus was de kogel bij dat? Is zo bad tijd voor jou. Nee. 7 uur was het. Oh, Marco. Toch? Ik heb nogal heel erg slecht nieuws voor je. Wat? En, ja, ik weet niet of je nog wel kan leven als ik je heb verteld, maar ik denk dat het voor mij tijd is om de bot. Jij hebt nog een kwartier. Dat weet ik niet, ik ben moe. Je moet om 6 uur uit. En je... ik ga. Wil in je... Doei Marco. Back. Ik ga ophangen. Ja, nee, is goed. Hey jongen. Doei. Ik back. Touwen. En zo. Nou jongens, ik ben weer dus weer alleen. De 3 is gegaan. En ik heb geen idee waar omheen jongens. Lijkt me dat hij in de brandstap maar ik weet het niet. Waar is die andere? Weet je tante hoe dit werkt? Ah, zo. Wat is? Kijk nu. Doe die. Doremi, Yeti. Oh, wat doe ik nou? Wat? Waarom heb ik naar Thomas de pering? Waarom? Thomas. TP Thomas. Hey, yes, maar. Oeps. Sorry. Op Thomas. Yes, TP Remy. Oh, dat laat ik zo maar.
doen dit. Dan doen we 1, 1, 1, 1. Wat heb jij hier? Ja, als we USB spelen is het normaal dat we elkaar zitten uit te schelden. Best wel. Nee. Henk mag expres geen op omdat hij geen game mode game mode doen en overal heen tp'en en mensen naar andere mensen tp'en en dat is best wel irritant. Dus daarom geef ik Henk expres geen op. Dus, nee, maar jij maakt misbruik. Normaal wel. Oh, Remy die is echt vet veel aan het mijnen. In ieder geval, ik kan niet meedoen bij de volgende UFC. Bijvoorbeeld als ze nog een map gaan doen, van ik ga stoppen. En ik ben de host, dus dat wordt een beetje moeilijk. Dus moet ik Remy de win CRP code geven, dat is een beetje niet mee. Omdat hij er normaal mee kan omgaan. Het is een beetje gevecht nu tussen Henk en Henk, want Henk is een beetje boos en krijgt geen op. En dat is puur een reden voor, en daar ben Henk zelf ook wel. Dus gaan Henk zo kinderachtig doen. TP en nazi's. Die zit nog gewoon. Zit niet in het oude huis maar heen. Green heb je zien. Nee, zo'n zie je niet.
TP. Slash TP. Remy. Nou, dat klopt. Nou, we doen het even 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ik ga nu hierboven, want dan kunnen we nog eens zien. Het zit daar wel in, nu is het best wel van. Dit is iets waar je heel veel doet in de USC, teleporteren, of heel veel minen. Oh, dit wordt verschrikkelijk omhoog, denk ik. Tip en mast. Er zit nog even een klein handje. Les TP. Wat kan je doen? Dit is best wel raar voor Remy. Boven de zon, die zijn dikker. Slim, slim. Okay, die gaan niet door zijn, want deze hebben we vast ringen gezien. Ik heb niks gezien van die. Ik heb ze net niet gezien om te zien. Ik heb echt niet dat ik meteen was om daar moet komen. Deze ring die ergens omhoog komen. Ja, daar. Nu zie je hem. Hier. Oh, ze lopen recht op Remy uit. Oh, Remy, kom op, jongen. Het gaat het hier van mij gekregen. Was dat hun? Nee, dat is aan hun. Ze zien gewoon letterlijk het cobblestone gebouwtje op de hoofd, man. Hij is nog plus. Dit is niet
dus nu een... Dit. Minder. Ik ben weer te fijn. Hier. Dit is 0-0. Oh, Remy is helemaal doorgemaakt, man. Remy is op zich helemaal doorgemaakt. We hebben hier de begaan. Tippen. Ze hebben het wapen gezien. Remy gaat ervoor? Of niet? Nee, Remy gaat een beetje weg. Heeft er al een pijlen boven of zo? Ik weet niet of ze een pijlen boven hebben, dus dat speel ik er wel in. Haha. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. En laat een groen duimpje achter als je het UHC toch een beetje leuk vond. En en als je dit toch een beetje leuk vond. Ja, laat een groen duimpje achter. En see you next time all. Bye.